Deze week in de landbouwmechanisatie Zomertour. Vertelt Eelco Boot over de machines op de proefboerderij, rijden Jasper en Chris in konvooi over de Zeelandbrug en zoeken ze het hogerop in Zierikzee. Dit is Chris Vlaanderen en dit is Jasper Lens. Voor het vakblad Landbouwmechanisatie gaan zij een week lang op roadtrip door Nederland en België. En dat doen ze met bijzonder vervoer. Een Fendt 1050 Vario. En dat allemaal om zoveel mogelijk leuke en bijzondere verhalen te verzamelen. Dit is de Landbouwmechanisatie Zomertour 2017. Vorige aflevering reden Jasper en Chris 's nachts door de Westerschelde-tunnel. Gingen ze langs bij VSS Machinebouw en bezochten ze het Trekkermuseum in Schravenpolder. Vandaag moet weer een hindernis genomen worden, de Zeelandbrug. Maar eerst ontwaken de mannen bij proefboerderij De Rusthoeve in Kolijnsplaat. En dat bedrijf is net even anders dan een normaal akkerbouwbedrijf. We staan hier in de biobased tuin. Dat is een van onze onderdelen van ons bedrijf. Daarnaast hebben wij 100 hectare akkerbouw. En binnen die 100 hectare liggen er een breed scala aan proefvelden. Wat is biobased? Biobased, daarin onderzoeken we naar nieuwe toepassingen van gewassen. We kennen natuurlijk allemaal de aardappel, maar we kennen nog niet zozeer de gekleurde aardappel waar we hiernaast staan en de zoete aardappel. En dat soort dingen onderzoeken we of daar ook markt voor is binnen Europa. Dus wij hebben, in tegenstelling tot waar jullie mee zijn met de grote Fendt, hebben wij juist kleinere materiaal die geschikt is om proefvuil nauwkeurig uit te voeren. Heeft u voorbeelden daarvan? Jazeker, wij hebben bijvoorbeeld een traditionele aardappelrooier, alleen dat is geen gewone aardappelrooier, maar die is helemaal omgebouwd tot proefvelden. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook een proefveldcombine. Ja, dat is maar een combine met een bek van 2 meter breed. Maar ook die combine is weer dusdanig van binnen ingericht dat alles wat die inslikt, dat hij dat tot op de laatste korrel weer uitspuugt en weegt, zodat je precies weet wat zo'n veldje aan opbrengst heeft. Drones, in hoeverre zijn jullie daarmee bezig? Dat is natuurlijk een hot item in akkerbouw. Wij zijn voor onszelf nog niet verder als dat we ook een drone hebben, waarmee we gewoon de foto's maken van de proefvelden. Zo heb je echt prachtige inzichten in bijvoorbeeld fungicideproeven in tarwe. Zie je vanaf boven, zie je exact de vakjes liggen waar een bepaalde behandeling wel of niet gebeurd is. En daarnaast hebben wij verschillende projecten waarbij drones en dergelijke gebruikt worden om verschillen in het land te zien. Wij brengen, een gewone boer doet dat natuurlijk niet graag, maar wij brengen bewust verdichtende lagen aan op een demo-strook. En dan kijken wij vervolgens of drones en dergelijke en satellietbeelden die vakken er ook echt uit halen. Heren, het is tijd om in te pakken, want het allereerste konvooi bij de Zeelandbrug staat te wachten. Voorheen mocht je met de trekker niet over de brug, maar dankzij een nieuwe regeling mag je nu onder begeleiding wel naar de overkant. Wat gaat er allemaal gebeuren? We gaan over de Zeelandbrug. Maar dat doen we niet alleen. Nee, we zijn met 3 trekkers, 2 zondiers en wij met de Fendt. En ik zit even op te letten, want ik ben ze al kwijt. Zeg maar. Ja, 2 trekkers rijden op de brug, terwijl wij hier privébegeleiding krijgen. Want daar begint het wel op te lijken. We hebben 2 auto's voor ons. En achter ons zal een vrachtwagen. Gaan we, Chris? Oh, oh, oh. Dit moet nog even geoefend worden. Oh, ze staan aan de kant te wachten, zie je. Oh, heel goed. Waar gaan we heel naartoe? Achter die Hij rijdt nu naar de eerste beste kroeg en dan gaan we met z'n allen bier drinken. Ja, daar is het wel een beetje te vroeg voor, jongens. Jullie moeten eerst nog ontbijten. De mannen verkennen vandaag het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. En al snel komen ze daar interessante machines tegen. Reden genoeg om even een kijkje te nemen. Ik ben Jeroen Pleij, werkzaam bij loonbedrijf Kruid. We zijn hier op Schouwen-Duiveland. We zijn knolselderij aan het poten. We planten gewoon mooi netjes op de rijen hier. We beregenen gelijk vanwege de droogte. En qua personeel, er zitten een aantal dames achterop. Het moet nog met de hand, is het niet iets automatisch? Ja, dit is met de hand. We hebben ook nog 2 andere plantmachines van 3 meter breed. Die zijn volautomatisch. Dan hoef je alleen een bakje in te schuiven en de rest gaat vanzelf. Deze is een stukje breder, daar wordt bewust voor gekozen hier? Of? Ja, je bent wel mensafhankelijk, maar je hebt wel veel capaciteit met deze machine.
je doet gewoon 4,5 tot 5 hectare op een dag met dit. Jasper en Chris rijden door naar de Brouwersdam. Daar ontvangen ze een uitnodiging van Aerial Service Holland. Dit bedrijf maakt bodem- en gewasscans vanuit de lucht. En dat doen ze niet met een drone, maar met een helikopter. We gaan vliegen. Wat gaan we doen? We gaan heli vliegen. Hij zet hem even op zijn plek, omdat de wind een beetje gek staat. Maar we gaan even een stukje op perceel vliegen. Op de manier zoals zij normaal gesproken de bodem inscannen, het gewas inscannen met een camera. Hebben we er zin in? Ja, tuurlijk. Dit is vet. Dit is vet. Leuk hoor jongens, maar wordt het niet tijd voor een beetje actie? Ja, dat lijkt er meer op. Zet hem maar weer aan de grond, want Omroep Zeeland staat op jullie te wachten. We willen graag een reportage maken over de reis. Na de nodige interviews zoeken Jasper en Chris een plek waar ze de tent mogen uitklappen. En die vinden ze bij het akkerbouwbedrijf van Tony van Peperstraten in Oude Tongen op Goree Overflakkee. Bij ontvangst gooit zoon Thomas meteen de AdBlue tank even vol. Dan kan er morgen weer schoon doorgereden worden. Volgende week in de landbouwmechanisatie Zomertour gaan Chris en Jasper langs bij akkerbouwer Wim de Witte. Checken ze of de nieuwe fabriekshal van Baselier al af is. En drinken ze een bakkie bij loonbedrijf Gunter in Sint-Anneland. Je ziet het allemaal volgende week in de landbouwmechanisatie Zomertour.